Radio Willekeur. 100% improvisatie. Bij ons in de studio, Pim Playbuis. Pim, jij hebt wel een heel bijzonder beroep. Jij verzint pincodes. Klopt. Vertel, want ik dacht dat... Ja, op een gegeven moment ben je wel uitverzonnen, maar jij bent de man achter de pincode. Dat klopt. Ik heb heel veel verschillende cijfers heb ik ondertussen al bedacht in mijn leven. Hmm. Het is ooit begonnen omdat mijn functie wegbezuinigd was. Maar ja, ik had een vast contract. Dus ja, toen moesten ze een nieuwe functie verzinnen. Ik zeg, ik ben goed met cijfers. Ja. Voilà. Zonder namen te noemen, wat is de laatste pincode die jij verzonnen hebt? 4482. Jeetje, wat een goeie. Dat is wel een goeie. Ik heb net zelf een nieuwe pinpas aangevraagd. Oh, wat leuk. Dus ik kreeg een welke getal heb je? Ik heb gekregen 7231. Oh, dat weet ik nog. Dat was leuk. Ja, mooi. En waarom heb je dan bij mij gekozen voor 7231? Ik laat me inspireren door de naam. Mm-hmm. En jouw naam zag ik. En toen dacht ik... Jouw getal. 7-2, je dacht... Wauw, een naam, een getal. Ja. 7-2-3-1. Het ja. Valt jou als het ware gewoon binnen. Er zit geen... Ja, ik probeer wel bepaalde... je wilt toch creatieve vrijheid ook. Dus ik neem van tevoren vaak een bad om al mijn zintuigen open te zetten. Geurkaars erbij. Ja. En dan ja, de getallen tot mij laten komen. Soms ook even nog een ter voorbereiding een afleveringetje Sesamstraat. Oké. Okay. Dan heb je alles weer even vers in het geheugen zitten. Welke getallen er ook wel allemaal zijn. Ja, want jij... Jij kan nog wel eens uit het oog verliezen welke getallen er allemaal zijn, begrijp ik. Ik heb wel eens hier en daar een Batman-symbool bijvoorbeeld ook gedaan. Maar dit zit niet op de pincode-apparaten. Nee, maar je hebt ook 4 jaar lang heb je het getal 3 niet gebruikt in alle pincodes. Ja, had ik een hele nare ervaring mee. Oh ja, wat was die ervaring? Een vervelend neefje. Van 3? Van 3. Ah. En toen dacht ik, ja hallo, daar ga ik jou. Dus ja, daarop heb ik heel lang 4 niet gebruikt. Oké. Okay. Enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Dus op een gegeven moment, ja, er zijn hackersgroeperingen die bezig zijn met het kraken van pincodes. Echt? Ja, dat is een van de belangrijkste dingen, dat mensen pincodes gebruiken in het begin natuurlijk, hè? Dat wist ik niet. Want op een gegeven moment was jij zo populair, waren jouw pincodes zo goed, dat mensen op Twitter gingen opscheppen als ze het beste pincode van jou hadden gekregen. Ja, dat vond ik een mooie prestatie. Dus ik heb die dingen ook inderdaad geretweet en uitgeprint en op mijn muur gehangen. Jouw carrière is bijna voorbij. Bijna. Ja, je hebt er nu 9800 pincodes uitgegeven. Je gebruikt ze allemaal maar 1 keer. Ja, want anders kan het niet. Het moeten unieke pincodes zijn natuurlijk. Dus ja, helaas, het is bijna ten einde. Maar ik hoop dat ze daarna een nieuwe leuke functie voor mij kunnen bedenken. Ja, precies. Wat zou je willen? Ja, ik dacht zelf iets met e-mailadressen. Dat ik die kan verzinnen. Nou, veel meer mogelijkheden ook. Dus het voelt echt wel alsof ik een stapje omhoog ga. Maar dat betekent wel dat je het alfabet moet kennen. Dat is wel aanzienlijk meer dan de 10 cijfers. Want de 0 gebruik jij ook, toch? De 0 zit gewoon in de pincode. 0 gebruik ik ook, ja. Het zijn 10 cijfers. Mensen onderschatten het vaak. Ik denk, 0 is geen getal, absoluut. Mm-hmm. Hoeveel is het geworden met voetbal? 0-0. Ah, 2 getallen. Hoe lang doe jij gemiddeld over het verzinnen van een pincode? Hoeveel tijd gaat het? Meestal 1 week of 2. Dus je hebt er nu nog om en erbij 200, dacht ik, die je nog kan verzinnen? Ja, zoiets, ja. Dus daar kan je kan nog wel echt een hele tijd vooruit. Kan nog wel vooruit, maar je moet ook al bedenken. Je moet kijken hoe is mijn doelontwikkeld traject. Dus ik ben al op zoek naar verschillende nieuwe cursussen. Hmm. Die probeer ik op te zoeken en te kijken. Wil je letterkunde? Wil je Nederlands? Wil je grammatica? Kunde? Hij moet even kijken welke studies er zijn in die... Het lijkt me in elk geval goed dat je in de hoek van de taal blijft. Dat, dat heeft het gesprek wel bewezen. Superleuk dat je hier was. En we hopen je over een jaar of 8 dan weer te zien met je nieuwe functie. Leuk, leuk. Doegjes. Pim Playbuis, dankjewel. Ik heb toiletlekkage en ik zit in de muur. Dan maar weer gaan luisteren naar... Radio Willekeur.